Goedemiddag en goede avond, wanneer het maar op je schermpje voorbij komt. De gekkigheid op social media. Ongelooflijk. Ja, het is een hele gekke tijd. Het gaat hard allemaal. Een hoop wantrouwen ook ineens, hè? Jongen, ja, dat was natuurlijk allemaal de verwachting al. Zoveel gaande. Meer en meer angst wat er ontstaat. Mensen die hun berichten niet meer durven te posten. Berichten gauw weghalen. Want ja, dan krijg je wel heel veel haatreacties. Hè? Gebeurt allemaal. Maar goed, ik zeg dat eigenlijk al denk ik wel een jaar lang. Er zijn dappere, sterke mensen nodig. En die zijn er gelukkig heel veel. Strijders, krijgers, hoe ze maar allemaal noemen. Echte toppers zijn dat. Zijn er heel veel mensen hoor. Dus we weten allemaal een beetje wat er komt natuurlijk. Of wat er aan de hand is. En je moet je kopje erbij houden. Kopje erbij houden en niet laten ontmoedigen. Vooral gewoon doorgaan, hè? Doorgaan. En besef maar gewoon heel goed. In de geschiedenis waren het de mensen die van zich lieten horen en die iets deden, die voor de verandering zorgden. En niet de comfortabele wegkijkers en de mensen die niks zeggen en die niks doen. Dus als jij durft te staan waar je voor staat en dat ook nog eens naar buiten durft te brengen en de gesprekken aan durft te gaan, ga daarmee door. Spreek je uit en kruip niet in je schulpje. Gewoon doorgaan. En dat wil ik toch nogmaals een keer gezegd hebben. Ik krijg veel berichten, ook geen aardige berichten. Maar goed, er zijn natuurlijk een hele hoop trollen actief. Ingezet door de AIVD en de NCTV. Realiseer je dat heel goed. En laat je daar niet door van de wijs brengen, hè. En achter zo'n toetsenbordje, dat durven mensen natuurlijk heel veel. En dan klopt het er heel vreemd uit. Maar dan is het gewoon gevalletje afvinken en door. Hartstikke idee, holadier, ga met die banaan. En dat is de enige manier waarop je het moet doen. Niet meedoen aan die gekkigheid, aan die gekke regels. Aan die hele heisa die door een demissionair kabinet ook nog, jongens, hè. Mensen vergeten dat, maar we zijn straks gewoon een jaar lang met een stelletje demissionaire overheidsknutselaars. Hoe idioot is dat dan? Of niet dan? Maar goed, mensen laten het allemaal maar wat overkomen. En deels begrijp ik dat natuurlijk ook wel. Maar er zijn echt gewoon sterke mensen nodig die het durven te zeggen, die het durven te vertellen. En die opkomen voor onze grondrechten en voor onze vrijheden. En daar gaat al mijn respect en waardering naar uit. Naar al die mensen die dat doen. Echt waar. Die groep is echt heel groot hoor. Het is niet altijd allemaal zichtbaar. En het versnippert natuurlijk ook wel wat. Maar er is een hele hoop gaande. En daar moet je toch wel je positiviteit en steun uithalen, hè. Dus ik had al een tijdje niet van me laten horen. Ik denk onderweg weer zo'n momentje dat je daar mooi de tijd voor hebt. Dus dat was eigenlijk mijn boodschapje voor vandaag. Dus ik wens jullie allemaal het allerbeste, zeker weten. Een mooie dag ook. Voor als je dit nu op dit moment kijkt, dan heb je nog de hele middag te gaan. Maak er wat moois van. Doe ik ook. En tot de volgende. Hoi!